Beginnen. Nieuwe story chat. Oh, is ook een recap. Yo, dat is precies wat ik nodig had in deze game. Ik had eigenlijk best wel erg een recap nodig. Oh, dat is wel handig. Senua. Is de audio hard genoeg, chat? The outcast. Is de audio goed? A warrior who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul has accepted the voices, the furies as part of herself. Just like her mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Oh my god. Tormented and afraid. Is dat mooi uit? Treated from the world. Ze weet hoe ze een spelletje moeten maken daar. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dylan's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freedom. Ik moet even opletten hoor. Ze gaan even lekker praten, maar ik moet even opletten, want ik heb deze game nog niet gespeeld. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. Oh jee, een curse? And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. No. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Wow. Ja, een beetje God of War vibes hiervan, man. That the world around her dat fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, de muziek and vowed ook to go to hell herself to save him. Herinner je dat ook nog, Melvin? Armor, heb je dit spel ook gespeeld? De vorige dan? She fought to find the secret path. Nope, nee. Lead her to the very gates. Ben je misschien ooit nog van plan? Alleen van nou, ik vind het niet mijn game. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Oh yeah. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Weet je dan, wij herinneren dit nog wel, zo. Senua was engulfed in darkness. Wat ze hier zeggen? Het zegt je wel nog wat. Wacht, ja, oké. Until Dillion's. Ik ben echt heel benieuwd ook hoe Melvin deze game vindt. Want ik weet nog dat Melvin zei dat hij echt heel erg fan was van dit spel. Ik ben echt heel benieuwd hoe je dit spel gaat vinden, man. Misschien ben ik nog meer benieuwd naar jouw reactie dan die van mij. Ik zeg je heel eerlijk. Mega fan zoals is hij. Ja, is dit je favoriete Xbox exclusive? Qua games? Is hij uitbrenger? Resisting its grasping hands and deafening cries. Until she found her prize. En sowieso, alright. Before the guardian of hell. En mijn favoriet is denk ik, ja, of Sea of Thieves, maar als ik denk aan single players, dan denk ik toch wel echt aan. Ik weet het niet, man. A fury that could not be stopped. Ik wil iets van Bethesda gooien, maar. Savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. Ik vind Sea of Thieves echt leuk. In defeat and desperation. Maar we hebben sowieso van dit soort Senua games, volgens mij, Melvin. Oh, met God of War en zo. Ik weet niet dat ik kan vergelijken dit en God of War, maar ik krijg wel mee God of War vibes. And burdens cast away. Oh. Senua's fate was never in the hands. Lange cutscene, ouwe. But in her own. Dat is nog een waardering, ja, snap ik. Ik hoorde dus ook dat de game heeft dus 30 fps op console. Maar ik hoorde dus eigenlijk heel veel mensen niet klagen erover. Omdat ze zeiden van ja, die game is voornamelijk cinematisch. En films zijn ook 30 fps, dus... Ja, wat boeit het ook, zeiden heel veel mensen. Dat. Waar gaan we door? Waar gaan we door, man?
Maar kunnen we starten, man? We kunnen starten, man. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kunnen starten. Kunnen starten, jongens. Hellblade 2, daar zijn we. Here we are, bro. Here we are, bro. Oh my god. Lekker in mijn linkeroor. Jullie doen het ook, hè, maar ze praten in mijn linkeroor, schelp. En nu mijn rechter. Oh. Die stem, hè. En de game ziet er prachtig uit. Unreal Engine 5. Ja. En gek van worden, ja. Ja, het is prachtig, ouwe. Ik vind het nu al mooi. Ja. En het is ook medium, hè. Besef als ik op high ga spelen. Maar dat doe ik wel als ik helemaal in haar gameplay heb. Is het echt een ASMR voice, ouwe? Ik krijg ASMR vibes. Toen de ene keer links, de andere keer rechts. Heb je dat ook, chat? Ja, dat is mooi. Dat is een mooi man. Ja, ja. Heb je ook wel dat de ene keer links, de andere keer rechts is? Op stream, of niet? Weet je dat je dat op stream hebt ingesteld? Ho! Daar ging even alles. Daar ging even alles. Oh, daar is ze. Kom maar. Geen mijn PC. Oh my god. But plants can drift off course. Oh jee. Oh my god. Ze zijn dood. Ze zijn dodo. Best. God, my god! It begins as it ends. Put vier, sorry. Echt slecht timing. In the dark. Oké. Okay. En nu? Komt weer een high harm. Oh jee, dat gaat zo hoor. Wow! What the fuck up? Oké, nu gaan we per se wel mee moeite hebben. We hebben een beetje moeite. Een paar scènes even aanknallen, joh. Wat op van me. Ja, toch een beetje moeite. Zit ray tracing aan of zo? Zo. Ja, tuurlijk staat die aan. Ja, godverdee. Dat was niet wat. De FPS moet ik even aanpassen. We allowed to reduce the number of. Alright, hold on. Jonathan, als hij niet goed werkt. Wat? En wat ben jij? Ik neig echt om de lood gaan spelen, chat, sorry, maar ik neig er echt naar. Ik weet niet wat het is, joh. Ik neig echt om de lood... Ah, gaan we gewoon doen. Hij raadt het eigenlijk wel aan, basically. Ik weet niet waarom, maar deze game is wel zo... wat dingetjes. Zijn we nog niet op de bed? Blow is ook best wel prima, hè?
Wow! Mijn water, man. Oh, we zijn aangestrand ergens. Oké. Okay. Ja, is echt bos, hè. Oké. What the fuck, ouwe? Ik snap er niks meer van. Xbox Game Studios. Hoe moet je aan het bewegen? Ninja Theory. Nu mogen we bewegen. Oh, het is ook gewoon hoe je dit, met die balken en zo. Nice. Sick. Ik dacht dat het wel. Natuurlijk, IMAX was er. Marina Jurgens. Bijna een Nederlandse naam. Almost. Oh god. Oh god. What the fuck? This dark land. It pushes back. She's so far from home. Chris O'Reilly. After all. Lost. Ik ben echt aan het nadenken, man. What the fuck? Wat gebeurt hier allemaal, joh? She must fight on. As she always has. Nu doet hij wel smooth eigenlijk. 100 FPS. Op low. Ik zie niet heel veel verschil uit tussen medium en low. Wel een beetje, maar niet heel veel zo. Het valt mee. Het valt nogal mee. Het er erg kunt. Wat? Oh, de rot is nanite. Ja, wat? Was er mee? Wat is nanite? Wat is nanite? Oh. Nee, oh. Nice man, maar je doet ook iets met werk dan of zo voor. Wat voor werk doe je dan? Als je met Unreal Engine werkt en zo. Werken we voor Fortnite? Nee, grapje. Ja, Epic Games, hè. Ik snap het ding aan, nice. Zou je iets qua werk willen doen als je de kans had voor dat? Als je dan van jou. Je kan een baasje nemen, bijvoorbeeld ben ik veel bij de mensen achter deze game, zou je het leuk vinden? Ja, dat zeker, ja? Ah, misschien wel iets voor in de toekomst dan, als je het een beetje aan jezelf aanleert. Dat is wel nice. Ik hoorde alleen zelf ook aan werk gesproken dat Ziggo Dome zou gaan werken. Ik heb een rondleiding alles gehad, is hem uiteindelijk niet geworden. Uiteindelijk hadden ze een betere kandidaat ofzo. Dus nu is het even aankijken waar ik ga werken. Ik heb morgen een sollicitatiegesprekje. En ik mag morgen worden bij SC Utrecht achter de bar staan. Dat ook prima is. Sta ik even achter de bar, man. Ik zeg u. Dat wel meevalt als je moet werken, man. Het zijn play-offs, hè? Van SU Utrecht en zo. Ik heb een uitnodiging via zo'n. Freelancer shit. Dat is wel prima. Dat is not too bad. Dat is wel lekker. Melvin, snap jij nu iets van wat er gezegd wordt of niet? Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Wat denk jij van als je dit zo ziet tot nu toe? Ik heb er heel kort in. Maar ja. Is dit voor mij wel echt de pure Hellblade ervaring? Denk ik. Ik ga echt zo hard dit oude mono gooien straks. Oh my god. Maar er zijn heel veel mensen die dat doen, heb ik het gevoel. Heel veel. Oh! Ziek man. Hoe lang doe je het al, joh, leren en zo? Hoe lang doe je dat al? En wat maak je nu dan?
Wat is nu je projectje? Is het langer, hoor. Oh, maatje ook. Wat grappig dat je dat nu al weet dan. Ja, dat heb je al gezegd. What the fuck? Wie de fuck is dat? Wat een landschap. Oeh. Zo'n Windows XP landschapje of niet dan? What the fuck? Okay. Her father. Oh my God. He clouds her mind with fear. Where's her father? She won't stop. Stronger forces drive her on. Okay. Weet je wel. Ja, die ging zo prachtig uit. Ik vind het wel een mooi beeld hoor, zelfs op low. Er not too bad uit. Hallo, zo moker traag. Yep, lekker man. Nice. Doe je goed. Doe je erg leuk. Ik denk deze kant? I guess. Oh. My God. Ja, hoe? Hoe de fuck gaan we daar komen, vriend? Kan niet rennen of zo. We moeten even rustig lopen of zo, I don't know. Zie je, wat ga je doen vandaag? Wat heb je hier gepland? I was made for loving you, baby. I can't get enough of you, baby. Hoe de fuck gaan we daar komen, man? We moeten gewoon zwemmen, dat kan ook. We moeten gewoon zwemmen, ik denk gewoon met zwemmen, man. Weet je. Zo'n gevoel krijg ik een beetje ervan. Want ik is eigenlijk. Oh, nice. Nice, man. Zo interesting. That's pretty interesting if you ask me. Ik ben wel moe, man. Ja, ik was vannacht uit. En deze jonge man die denkt, hey, laat ik een wekker zetten zodat ik lekker live kan van deze ochtend. Deze mooie ochtend. Vang ik dope uit. I love it, ja? Don't do it. Don't do it. Oh my God. Oh my God. Don't. Ja, wat wil je nou? Wat wil je nou werkelijk? Is het een beetje, ja. Oh my God. Ik leef nu echt op 3 uur slapen, hè? Besef eens. Doe ik voor jullie, hè? Besef je dat? Ik doe het voor jullie, chat. Ik leef op 3 uur slapen. Ik ben moe, man. Ik denk wel dat ik maar een uurtje lui ben vandaag, zeg. Vond ik echt kapot, man. Gesloop, man. Gesloop. We missen het ook een mooie. Jawel, hè? Pas wel een beetje bij de scenery. Ja, joh. Ik zou de graphics ook wel echt een goede 9 van de 10 geven, hoor. De graphics. 4. Oké, nu? Out of hell you have come. What? Find yourself in Midgard. The world of man.
do not think it any less dangerous for that. Go. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place, to the heart of man. You have seen how the North okay. journey out to conquer. Welke kant wil ik op? Ik wou eigenlijk niet wachten tot ik klaar ben praten, want dan moet ik de hele pokken teruglopen. Daar heb ik geen zin in. Nou, dat ga ik nog wel. Dan ga ik wel gaan. Oh, voor mij hebben we deze kant, ja. Ik heb helemaal gestopt dan. Even zeggen. Yo, er zijn mensen. Daar is iemand. Daar is iemand. Oh, daar rent weg. Oh my god. Ik zag iemand. Ik zag iemand in de feta. Oh my god. Oh my god. Daar is hij weer hoor. Daar is hij weer. The man. Ja, me. Yo. Ik denk een liedje over mijn hoofd zetten van I was made for loving you, baby. Van de Fall Guy. Ik heb de film nog niet gezien, moet ik wel doen. Dit moet nou wel. Oh my god. Zo even kijken. Wat? Wow. Why didn't you stop it, Susan? Too weak. Een hele gedonderd. They did it. Oh my god. Het loopt wel fucking traag, man. Zo ongelooflijk traag. Dat je echt bij zo'n overvraag van, yo, man. Jeetje. Dat is de gemiddelde rollator-gebruiker gaat nog harder, ja. Heeft ze ook een rollator nodig. Maybe she does. Maybe she does. Goeie relator, man. Relator alligator. God. Remember why we came here. Geen idee. She came here for a reason. But now she doesn't know what to do. You don't know where you're going. Your plan is in pieces. She is lost. Oh. Lost. The enslaver. The master is gone. I have to help them. You thought you could stop this. Why did we came here? Ja, wat een stem, ouwe. We gaan weer in één keer links, de andere keer rechts. Is echt, oh my god. Mijn god, man. Echt, wat een intro, man. Maar we zijn nog steeds in de intro, hè? Na een half uurtje. Hoe lang zit het in spel nou? Zo'n 10 minuutjes. 25 minuten, man. Allemaal intro. Allemaal intro. Oh, een half uur intro, man. What the fuck? Cool, ja, ik heb echt heel weinig geslapen. Ik was uitgegaan nog na de première. Ja, nou, was al prima. Dat was leuk. Dat was wel nice. Sorry, of... Oh my god! You want to save them? Hey! They're already dead. The lost ones. Don't listen to him. Listen to us, not him. You're a liar! What the fuck? Weg kapot. Ze beginnen langzaam af te sterven, ouwe. Een kaart, je begint op te groeien. Dus je wil aan het leven. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, de FPS kan het even aangooien.
Ik haal niet heel veel FPS. 60. Oké, dat bedoel ik dus. Dit is een heel... Dit bedoel ik! Het zit zwaar in je hoofd, dit. Het zit echt zwaar in je hoofd. The last one. Don't listen to him. Listen to us, not him. Echt. Oké! Okay. Je bent een leugenaar. Nee. Was al wat ik ben. Oké, okay, dit gaat op. Dat loopt een beetje dood, maar we zijn wel een beetje bebloed. Zeg maar. Klein beetje, man. Klein is een PC. Hey, het had erg gekund. Het had erg gekund, ook. Zo. Even koffie even openen, man. Een ijskoffietje. Wat? How can the lost find anyone? Listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. What the fuck is dit allemaal, joh? Ze zijn dood net als hun moeder. What the fuck? Dat kan je echt niet zomaar zeggen. Dat is eigenlijk best wel gemeen. Dat kan je niet zomaar doen. Ik wil flauw. Vind ik flauw. Flauw spelletje, joh. Flauw, man. Hij ziet toch levens echt uit, deze rotsen, man. Kijk dat stuk detail dan. Ik ga een paar... Ik moet even een goede settings vinden voor deze game. Dit is het een beetje. Dat is wel een beetje hoe het zit. Ja, is het beter erg dan? Zo! Wel, dan ga ik 30 FPS meer, joh. Can't you hear them, Senua? Can't nee. You hear their screams? I can hear them. Oh, the fuck! Hallo? What you doing? Oh my god, oké. Dan zijn we... En nu? They are suffering. Suffering? Oh god. Symbol. Wat een stem, ouwe. Moet even zoeken. What the fuck? Waar ben ik ook beland, joh? Hé? Hey? Ik snap dat de ballen van, man. Fuck! Er zijn allemaal signs. Ja, vooral van die signs, joh. Overal, ja. Maar nu is het even... Of kun je daar gewoon iets mee doen? Kan dat? Is het mogelijk? Bro. What the fuck? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Als ik teruglopen, dan kom je zo stil waarschijnlijk, of niet? Wat heb ik het nu verneukt? Ik zo vaak, joh. Hé? Tja, ben ik dom. Ik weet niet ook, ik wil je kijken, maar. Oh, ga eens maar zo doen. Dat is hem. We hebben hem! We hebben hem! How deep this darkness goes. We hebben hem. Wat dacht ik dan? We got him! Yes, you've done it. Ik dacht al, het moet iets met die rot zijn. We must go back to the cave. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of their darkness. You need to understand it. Ik begrijp zo weinig hiervan, hè. Ik zeg je heel eerlijk. Ik begrijp er echt heel weinig van. Vrij weinig, zeg maar. Jumpscare dit heen? Nee, oké. No jumpscare in, yo. I promised. What? The dead are here. Can you hear them?
Oh god. Oh god. What the fuck, ouwe? Het spel, man. Het spel, ouwe. Lap! Find a survivor, dat gaan we doen. We zijn onderweg. We're on the way. Yo. Mooi zeentjes. Ik denk dat iedereen dood is. Ik vermoed van wel, man. Ik zou nooit helemaal niks verbazen. Deze stemmen, ouwe. Dat was niet goed, hoor. Yo, dat was denk ik voor de first. Dankjewel, dankjewel. Wat heb je gedaan? Deze... Please help! Stop. Stop. Anyone help! Stop. Help! Wat een stem, ouwe. Wat een voice acting. Op Wout, lekker wel met jou. The sea throws them up to show you how you've lost. Look at me. Oh, een stuk as. The faces of the ones you fail. What the fuck? Ik zou doorlopen, man. Er is nog uitgespeeld, nee. Nee, het is echt best wel kut, maar ik kreeg een code hiervoor. Dus ik dacht, dan moet ik wel gewoon gaan spelen. Ik kan niet nog eerst deel 1 uitspelen. Dan moet ik echt deel 2 gaan beginnen. Ik heb deel 1 nog nooit uitgespeeld. Helaas. Ja joh, dan, moet je toch, dan kan je wel een beetje zeggen van, ik ga gelijk eerst deel 1 uitspelen. Maar ja, dan kan je beter gewoon even denken van, joh. Maar deze game is ook helemaal niet zo lang, hè, hoorde ik, Wout. Deze game kan je in 6 uur beaten. Tussen de 5 en 6 uur kan je beaten. Hellblade 2. Dat is niet veel, nee. Maar het is ook een hele cinematische game, hè. Het is een zwaar cinematisch spel. Dus je ook ziet die balken en zo, weet je. Het is echt zwaar cinematisch. Echt cinematic. Dat is ook de reden waarom het eigenlijk op console, dus 30 fps, niet heel veel uitmaakt. Wat het een film is. Jawel, hè. Maar heel eerlijk, je doet ook vrij weinig. Je kijkt meer cutscenes dan dat je wat doet eigenlijk in deze game. Snap je? Ja. Je kijkt meer dan dat je doet. Zo'n game. Kijk maar. Ik moet even mijn ijskoffie openmaken. Wow! Wat? Wow! Wow! Ik ben wel benieuwd wie die stemmen zijn, joh. Want ik weet niet of je het ook merkte op stream, Wout. Merk jij het ook op stream dat die audio van links naar rechts gaat? Dat het heel erg audiovisueel wel een mooi spelletje is. Ik vind vooral de audio erg mooi. Kijk, okay, de graphic, man. Dit is de Unreal Engine 5, hè. En ik speel op medium, maar wat high gaat nu worden. Kom on, is het? Toch something else. Maar wat moet ik proberen dan? Hoe moet ik blokken? Ik kan niet blokken. Ja, zo stereo. Jij wel, hè? Zwaar stereo. Hè? Wat wil je dat ik probeer dan? Ik kan er, ik weet. Hoe blok ik? Even opzoeken. Blokperry. Kom, had je wat? Kaboom! Bam! Hoe is het met jou dan? Dat gaat lekker, Melvin. What up? What up? What up? Spel een helmbleedje. Wat dan? What the fuck, ah? Ga weer. Ja.
De graphics ouwe en de audio. Zoveel beter dan 0-1. Kut, die hadden hier niet meer geen parry. Moet ik even halen? Ja, snap ik wel hoor. Snap ik wel. Kom dan! Oh, onderheen gaat straks. Kom te bij meer! What the fuck, hoor? Ja. Het is echt een prachtig spel. Ik heb even de hater, wat? Kom on. Nee, dat is niet zo vrij. Het heavy attack. Wow, ja, dat was hem. Ja, oh my god. What the fuck, ouwe? Hoe vind jij het spel, Wout? En Melvin, je vindt het zo vet? Je vindt het wel een vet spel, allebei? Wat denk je van dan? Ja, het ziet er vooral mooi uit, ja. Maar het is ook Unreal Engine 5, hè? Die Unreal Engine 5. Was het ook. Dit is trouwens belegd, denk ik, de derde game of zo die ik speel in Unreal Engine 5. Want Fortnite is Unreal Engine 5. En ik heb Layers of Fear remake gespeeld in Unreal Engine 5. Nu deze. Oh ja, en Robocop heb ik ook gedaan, maar dat is op PlayStation 4. Number 4. Dat is mijn gelukstal, dat moet leuk zijn. Why did you bring your curse here? Wat? Ik zie alleen echt 0 buttons of zo die ik moet indrukken. Dat is wel kut. Kaboom! Ja, dat is waar. Oh my god! Dit spel, ouwe. Het is helemaal God of War, maar dat vind ik een stuk heftiger, dit. Er zijn de reviews te doen bij de game. Even kijken, zo. Very positive nog steeds. 70% is nog steeds positief. Ze zeggen allemaal, Microsoft, don't shut up. I appreciate this art. Ja, dat is op zich wel een art ding, dit, hè. Dibbit. Ninja Theory, man. La. Ja, Quick, ik kan niet eens rennen, man. Ik kan wel rennen nu. Maar ik hoor van iedereen dat dit spel heel goed is, hè. Die ik ken. Die ze gespeeld heeft. Ik hoor weinig mensen zeggen dat het echt een kut game is of wat dan ook. Absoluut niet. Alles behalve, joh. Iedereen zegt hè, dat het echt geweldig is. Dat? Ja, ja. Spelletje. Oh my god. Wat een stem, ouwe. Geen mercy ook gewoon. Geen genade. Dus stel dan wat, kut stemmen. Ga zelfs wat doen, joh. Mafkees. Dat. En ook dat ze trouwens niet aan de knop laten zien welke knop je moet indrukken en zo. Dat is wel jammer. Dat ze dat nog niet doen. Van, joh, je moet even op A drukken of wat dan ook. Dat doen ze niet. Dat was, dat is wel jammer. What the fuck, ouwe? Leave us here
What the fuck, man? Ja, nice. Wat een stem, ouwe! Ja, dat inderdaad al wat, dat. Dat leuk. Er is zo'n water. What the fuck? Oh, nu echt 26 fps. Wat? Wat heeft zij ooit misdaan, man? Wat heeft ze ook gedaan, joh? Oké. Okay. What the fuck, ouwe. What the fuck? Oh, er is nog iemand. Oh. Wow. Kaboom. Moet te pakken, hoor. Dan dood. De man dood. Ah, yo. What the fuck? Oh, kut. Je ook rond moet indrukken. Dat is echt een irritant. Dankjewel. Oh god. Hè? Waar dan? Moet ik hier doodgaan? Moet ik hier echt doodgaan? Ik kan niks meer doen. Oh my god. Oké. Die dood. Die was er door. Oké, oké. Nice. Deze kant op. Kom dan, man. Hey, yo. I'm lost dan. What the fuck, man? Dat is wel... Jezus. Ik moet even werken dat allemaal. You, slave. Come here. You're still alive. Be a slave. What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. Oh god. Okay. Oh god. Hoort voor mij bij, hoor. What the fuck? Kut. Oké. Oh god. Okay.
Alright. What? I'm enjoying this. It's the best you got. Stop thinking and feel it. Okay. Is that the best you could do? What the fuck, huh? Wat? Pak eens hard, Jan. Oh God! You want more to me alive. Come on then. Oh my God! You guys sterk hoor. Fuck, is dat niet goed? Dat heb je al 10.000 keer gezegd. Oh God. Hoeveel levens heb jij nog? Hoeveel levens heeft die guy? Mijn armen dan, sukkertje. Oh my God. Get up. Ik doe mijn best. Okay, oh God, what the fuck, huh? Oh God. Oh God. Well, I'm gonna die. Ik kan niet eens bukken, man! De laatste move. Bro! Wat een fight, ouwe! Weer dat is een get up en ongelijk. Oh God. Ready to fight. Grab it.
Oh god. Oh god. Wait, do it now. You can't kill him. Stop. What? If you're going to kill me, just do it. Takes over everyone. But you need him. You need him to show. He knows everything. He knows design. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes. Gaat hij niet luisteren, die guy, hoor. Ga niet luisteren, ik zeg heel eerlijk. Gaat hij niet doen. Where you come from. Where you take the slaves. I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. What the fuck, Al? I'm not leaving until I get what I came for. Oh god. She made a promise. You promised. I made a promise. What the fuck, Al? What the fuck? What a game.